Hey, allemaal, vandaag Jordi weer vanuit je Gamingcast en welkom bij Minecraft Tour, episode 18. En ja, we zijn weer terug met een nieuwe tour episode. Er staan vandaag een aantal dingetjes op de planning. En zoals jullie nu al zien, denk ik, is dat mijn texture pack niet aanstaat. En dat heeft de volgende reden. Ik heb de snapshot geïnstalleerd. Ja, jongens, vandaag ben ik van plan om wat dingetjes met de snapshot 12W40B te doen. Ik geloof dat dat de meest recente snapshot uit is, die nu uit is. En ik denk dat het wel een leuk experimentje vandaag wordt. Ik heb natuurlijk alweer, hè, het is niet te geloven. Ik heb gewoon alweer een week niks geüpload. Het gaat veel te snel de tijd, maar ik heb het hard nodig voor school, dus neem me niet kwalijk. Maar goed, nu zijn we lekker eventjes Minecraft aan het spelen, dus laten we ons daar even op concentreren. Laten we eventjes de rest van de farms oogsten. De wheat farm is bijna helemaal volgroeid, maar dan moet nog heel eventjes wachten. Ik denk dat we volgende episode gaan beginnen met de sheep farm. En de cow, noem maar op. In ieder geval met de dieren. Maar we moeten binnenkort ook eventjes de Project Minecart op start brengen. En waarvoor hebben we dat nodig? Nou, voor verschillende dingen natuurlijk. We willen natuurlijk snel bij de end kunnen komen. Want ik doe dat nog steeds via enderpearls. Wat een beetje, het lijkt een beetje armoedig. Ik heb de resources voor het maken van een tunnel. Dus ik bedoel, voor het maken van een minecart track naar de end. Dus waarom ook niet? Maar dat komt dus binnenkort allemaal. Maar in ieder geval, vandaag heb ik voor jullie dus gaan we dus een snapshot gaan we daar weer eventjes wat dingetjes mee doen. En daarom gaan we ook zo meteen naar de wereld toe. En volgens mij hadden we in de vorige episode had ik gevraagd aan jullie hoe de hond moest gaan heten. En ik heb een aantal namen voorbij zien komen. Maar ik kan ze even niet uit mijn hoofd. Ik weet eigenlijk niet meer uit mijn hoofd welke er allemaal waren. Maar als ik deze video upload. Dus dat zal, even kijken hoor, maandagavond zijn. Dan zal ik gelijk eventjes in de comment section twee namen zetten. En daar gaan we dan uitkiezen. Dus dan moeten jullie gewoon, heel simpel hoor, dan moeten jullie gewoon de naam liken die ik gepost heb, laat maar zeggen, als in de comments. Dat is dat dus. Eventjes dit in de chest doen. Begint aardig op te vullen, de mob chest. Ik heb trouwens echt niet normaal veel cobblestone chesten. En weet ik het allemaal. Dus in ieder geval. Dit zijn allemaal vol met kobbel. Ik heb zoveel gegraven de laatste tijd. Dat het echt. Het is gewoon te ziek. Ik heb veel te veel kobbel. Maar ik wil vandaag ook. Even kijken hoor. Een zwaard. Zullen we een zwaard? We gaan gewoon een zwaard doen vandaag. Hier is trouwens mijn looting zwaard. Dus volgens mij had ik die de vorige keer laten zien. Maar ik weet het niet zeker meer. Maar vandaag wil ik eigenlijk, of zou ik een keer een boog voor de verandering doen? Misschien gaan we gewoon straks, ik ga straks misschien gewoon wel even naar de end en dan enchant ik dit allemaal. Misschien nog een extra boog, gewoon voor de lols. Dus dit stop ik hier eventjes links in mijn inventory. Dan gaan we eventjes aan het eind van de episode, zullen we dan eventjes een paar enchantments doen. En deze pickaxe natuurlijk ook. Hier zit een, dat is silk dash. Laat ik die maar eventjes hier zo in de chest stoppen. Daar is die veilig. Wat ik graag wil is misschien voor de volgende episode iets om de Wither Boss te gaan verslaan. En daar krijgen we een Nether Star van, als het goed is. En met die Nether Star kunnen we een beacon maken, zoals dat heet. En met die beacon kunnen we, die gaan we dus dan hier ergens plaatsen in de basis. Zodat we overal in mijn basis bijvoorbeeld een soort speed potion krijgen ofzo. Ik zal zo meteen even naar de creative field. Laten we eigenlijk nu eventjes een creative field aanmaken. Dus let's go there. En laten we het eventjes snapshot test. Laten we het zo eventjes noemen. Een creative mode. En laten we eventjes kiezen voor een super flat. Customize. Je kan allemaal dingetjes doen. Laten we zeggen. Gewoon gras, denk ik. Dan. En bonus chest boeit allemaal niet. Allow cheats. Trainer structure. Create new world. Dan gaan we eens kijken wat de snapshot ons te bieden heeft. En de nieuwe dingen die in Minecraft 1.4 komen. Oh, wacht even. Dus hij is een wereld aan het converten.
Nu zie je Building Terrain, mooi. Mop, schiet op. We hebben niet eeuwig de tijd. Aha, oké, nu zijn we er in de wereld. Eens kijken, we hebben cobblestone walls. Even kijken hoor, ik heb trappen nodig om iets te demonstreren. Ja, laten we daar even mee beginnen. Nou, in ieder geval, je hebt nu ja, soort muurtjes van cobblestone. Zien er wel grappig uit. Het is eigenlijk een soort fence, is het. Maar dan van cobblestone. En je kan er niet overheen springen. Nou, je hebt ze ook in mossy cobblestone vorm. Zoals je ziet. Nou, het heeft een mooi vierkantje van... Nou, nee, het is trouwens geen vierkant rechthoek. Maar, nou, je hebt dus muren. Ah, oké, krijgen we dat gezeik ook weer van slimes. Laat ik het dan even peaceful zetten. Maar, ja, dit is een nieuw iets. Als je trappen naast elkaar plaatst en je gaat hoeken maken... Juist, kijk. Dan maakt het een mooie hoek, laat maar zeggen. Dus, wacht even hoor. Zo, en zo. Nou, zoals jullie zien... ja, dit puntje in het hoekje was eerst nooit, maar nu als je daar een ster plaatst, krijg je dat dus wel dat effect. Dus het ziet er op zich wel, ja, het ziet er op zich wel mooi uit. Tenminste, voor afwerking als je dat zou willen gebruiken voor iets. Dus ho, wacht even. Oh crap, ik ben allemaal misplaces. Zo, ho, zo. Oké, nou in ieder geval, dit soort dingetjes kun je dan maken. Voor detail, in je basis of zo, of weet ik veel wat allemaal. Nou, in ieder geval, dat hebben we gezien. Eens kijken, we hebben item frames. Yup, item frames. We hebben, ja, soort, ja, skulls. Ja, hoe zeg je het? Volgens mij kun je die gewoon... Oh ja, trouwens, die hebben we zo meteen ook nodig voor een demonstratie. We hebben plantenpotten. Laat ik dan bijvoorbeeld even een bloemetje of zo, of weet ik veel. Die kun je ook plaatsen. En ik kan er rozen in doen, saplings. Nou ja, noem het maar op. Dus je kan er van alles in doen. Nou, skulls. Ja, je kan ze op verschillende manieren plaatsen. Deze skulls hebben wel een nut. Die kun je gebruiken voor de Witherboss tot leven te roepen. En dat gaan we zo meteen doen. Maar de andere skulls kun je volgens mij, of nou ja, hoofden, kun je gewoon gebruiken als decoratie. Bijvoorbeeld de Creeper Head kun je volgens mij gewoon gebruiken als decoratie of zo. Weet ik veel waar je het wil. Maar die kun je geloof ik krijgen van die mobs. Van de Creepers kan je bijvoorbeeld de Creeper Head krijgen van Wither Skeletons. Krijg je Wither Skulls. Enzovoort. Maar dat is een hele lucky drop, laat maar zeggen. Hebben we bij Redstone iets nieuws? Ja, wel. Deze button. En laat ik dan meteen eventjes een boog regelen. En laat ik dan meteen eventjes arrow regelen. Juist, oké. Dan hebben we nog even snel een bloktype nodig. Maakt niet uit wat. In ieder geval, als we dit hebben en een deur. Ja, als het voor het gemak... Plaatsen we ernaast. Even kijken hoor. Juist, oké. Okay. Dus als ik nu met deze pijl op die button schiet. Dan, zie je? Dan, ja, deze button kun je gewoon met een pijl, kun je die ingedrukt. Nou ja, in ieder geval, het is wel chill. Dat kan. Eens kijken. Dan hebben we dit niet meer nodig. Dat was dat. Dus dat was redstone. Dit kun je gebruiken als je op een piggy zit. Of een varken. Wacht even hoor. Dan kunnen we eventjes een mob egg. Waar kunnen we een mob egg vandaan? Wacht even hoor. Moet ik even nadenken. Waar komt het ook weer? Mob eggs. Where are they? Of heb je die hier niet? Heb je er? Jawel, tuurlijk. Oké, okay, juist. Varkens, juist. Dan moeten we iets rozig zoeken. Zadel erop. Je gaat erop zitten. En met dit ding kun je, als het goed is... Het zou... Wacht even. Wacht. Ja, oké, okay, ja. Als je in de richting waar jij je... Ja... Wortel met een fishing rod naartoe houdt. Gaat hij lopen, dus dat is wel komisch eigenlijk. Kan je ook... Ja, je kan ook dit oplopen. Nou, in ieder geval, je kan hier dus... nou ja, als je een melige bij hebt, dan kan je even op een piggy gaan zitten. Op een varken. Nou, dat was dat. Dat was dat. Hier heb je de beacon. Die ga ik straks aan je laten zien. Eens kijken. Hier heb je verder rest als het goed is niks nieuws. De Nether Star ga ik zo meteen aan je laten zien. Potions is, jawel, Potion of Night Vision. En we hebben een Invisible Potion, Invisibility Potion. Eens kijken, waar staat die? Ben jij dat? Nee, dat is een water bottle. Ja, kijk, daar is die. Potion of Invisibility, als je die op jezelf... Oh, nou wacht, drinken. Volgens mij, als we nu even... Ja, kijk, je ziet dat echt... Oké, okay, het ziet er best droog uit eigenlijk. Je ziet nu dat ik een beacon in mijn handen heb. Een goos. Oké, okay, het is een beetje lijp. Maar in ieder geval, dat is een invisibility potion. Als je die drinkt, dan ben je gewoon onzichtbaar.
Een night vision potion is natuurlijk alleen handig in de nacht. Trouwens, mijn inventory is weer gespaced. Zit niet meer centraal. Maar dat duurt nog wel even voordat ik weer zichtbaar word. Maar in ieder geval, night vision is als je in de nacht, dan kun je gewoon ja zo zien als in de dag, laat maar zeggen dus. Oké, eens kijken. Wat hebben we nog meer voor nieuws? Ik dacht, ja, tuurlijk. Carrots, oftewel wortels, potatoes, aardappelen en ja, een paar, ja, pumpkin pie. Wortels, ik weet nog niet precies waar je ze kan vinden, maar je kan ze wel planten, net zoals potatoes. Dus laten we eventjes snel een hoe regelen. En dan kun je ze planten, gewoon. Wacht even. Het ziet er een beetje, ja, normaal uit, maar als we dan eventjes, wacht even, bone meal. Juist, als we bone meal erop gebruiken, dan zie je het verschil. Nou ja, dit zijn de wortels en dit zijn de aardappelen. Dus dat is ook nieuw. Dat vind ik ook wel leuk dat ze dat in de game toe hebben gevoegd. Nou ja, van pumpkins kan je nu eens pumpkin pie maken. Je kan golden carrots gebruiken voor invisibility potions of voor night vision te maken. Ik geloof night vision. Ja, ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. En poisonous potato en baked potato kan je, nou weet ik eigenlijk niet precies. Eens kijken. Volgens mij hebben we dan alle, ja, normale dingen gehad. Nou, de Netherstar gaan we zo meteen kennis mee maken, hoop ik. Kan je de Wither Boss met een spawning egg? Wacht even, ik zoek hem eventjes. Kijken of dat kan. Nou, wacht even. Eye of Ender. Oh ja, trouwens, ze hebben ook het geluid van Enderman veranderd, jongen. Dat is echt ziek. Wacht even. Kom ik. Ah ja, wacht even. Het is dag natuurlijk. Wacht, wordt het bijna nacht? Waar is de zon? Nee, het duurt nog even. Wacht, dan zal ik even snel een afdakje maken. Gewoon even van steen. 3 hoog moet het zijn. Dus daar moet het dak komen. Oké, even snel een afdakje maken. Zo, en als goed is kunnen we dan een Enderman onderspannen. Hé, waarom niet? Waarom wil je niet spannen, Enderman? Wat is er mis met u? Wacht, dan misschien kunnen we het zo fixen, zodat hij wel spant in het donker. Ik weet het niet zeker. Maar hij moet hier eventjes blijven. Als hij dat nou even doet, dan zijn wij ook weer gelukkig. Ja. Oké. Kan. Nee, oké. Hij blijft niet. Hij blijft niet. In ieder geval, ja, oh ja, trouwens, je moet ze water geven, anders gaan ze dood natuurlijk. Maar het geluideffect van de Enderman zijn veranderd. En ik ben er sinds kort achter gekomen dat Enderman, dat lijkt op de naam Slenderman. En Slenderman kennen we wel sinds kort, want daar heb ik ook video's over gemaakt. Maar ze komen dus gewoon van Slenderman vandaan, eigenlijk, de naam. Dus ja, dat was dat. Oh, trouwens, ik ben item frames vergeten, zie ik net. Klik ze wel weg, maar in ieder geval dus het komt van Slenderman. En de sound effects die er nu op zitten zijn best ziek op zich. Maar ja, dat zullen die zoomt dan ook al merken. Een boog en arrows, toch eigenlijk wel even nodig zometeen voor de Wither Boss. Maar wat kunnen we met item frames? Nee, ik gebruik even, trouwens, ik kan het gewoon op deze muur stoppen voor het gemak. Nou, die kun je dus plaatsen. En die kun je bijvoorbeeld boven een chest hangen of zo. En je kan daar iets in doen. Bijvoorbeeld een boog, een zwaard, een item frame, een beacon. Je kan er gewoon alles in doen wat je wil. En je kan het ook weer terugkrijgen. Maar wacht even. Oh, je kan het ook draaien trouwens. Nou, dat weet ik niet. Maar je kan het normaal in survival mode kan je terugkrijgen. Dus nou ja, in ieder geval chill. laten we nu overgaan tot de Wither Boss. Yes, oké. Wat hebben we nodig? Dit hebben we nodig en Soul Sand. Dus dat zal ik even snel opzoeken voor jullie. Soul Sand, oké, dat is nice. En weg met die naam. En hoe je hem tot leven roept is, nou, eigenlijk best wel simpel. Ik geloof gewoon zo. En dan met de 3 Wither Skulls. Juist, oké, waar is hij nou? Waar is hij nou? Of kan hij niet in daglicht spannen? Volgens mij kan hij niet in daglicht spannen. Of wel, wacht. Hè? What the? Oké, nou, ik ga even wat experimentjes doen. En ik ben zo bij je terug als het is gelukt. Dus ja, tot zo mensen. Oké, ik ben weer terug. En ik ben er zojuist achter gekomen dat mijn game op peaceful stond natuurlijk. En misschien waren jullie aan het schreeuwen. Ja, peaceful Mongo. En weet ik wat allemaal. Kijk, ik hoef niet te weten. Maar als het goed is kunnen we nu ook gewoon een Enderman inspannen. En oh yeah. Als je hem slaat. Kom op, geluid. Nee, niet. Hallo, sir.
You gonna make any sounds? Mop, ga geluid maken. Waarom maak je niet je creepy geluid? Maak je geluid. Nu. Kom op. Waarom niet? Misschien als ik muziek aanzet? Proberen. Geluid. Nou, of maken ze dat geluid alleen in survival? Nou ja, in ieder geval. You suck. Oh, trouwens, kunnen tegen arrows. Ja, dat is waar. Zwaard. Nee, kom hier. Waar ben je? Je irriteert ons. Oh, ja, daar hoor je al een creepy geluidje. Maar in ieder geval, er komt een soort muziekje als je survival aanvalt, volgens mij. Oké, hij is nu dood. Laten we de Witherboss gaan spannen. Oké, hier komt hij. Dus, simpel gewoon zo. En twee skulls. En laten we toch maar eventjes weer dag maken, zodat we beter kunnen zien. Oké, here we go. Let's sleep over the night. En dan gaan we eventjes de... Ja, hij is op zich best wel vet, de Witherboss. Het is een knap staaltje werk, vind ik. Ze hebben het goed in elkaar gezet. En we gaan nu meemaken de Witherboss, zou ik zeggen. Het heeft drie soort van hoofden. Tenminste, één hoofd, twee soort van armen moet het geloof ik voorstellen. En het wordt ontzettend boos op andere dieren slash mobs. En het verwoest het hele landschap, zoals je nu al ziet. Ik zie het gaat ons varkentje aanvallen, wat best wel sneu is. Het gaat andere mobs aanvallen. Het valt zelfs Enderman aan. En het is eigenlijk een verschrikkelijk beest. Maar, laten we eventjes één dingetje doen. Terwijl jij het hele landschap verwoest, ga ik eventjes wat even. We gaan Strength Potion even drinken. We gaan... Trouwens, waarom pak ik niet gewoon Splash Potions? Dat is een stukje makkelijker. Strength. Instant Health hebben we niet nodig. We zitten in Creative. Potion of Swiftness misschien handig. Eens kijken. Fire, Swiftness, Regen, Harming, Strength. Ik heb iets nodig volgens mij. Naar mijn gevoel heb ik iets nodig. Regeneration, Swiftness... Nou, eigenlijk is het alleen strength. Ja, het is eigenlijk alleen strength. Oké, wacht even. En swiftness. Oké, en swiftness. Oké, there we go. We kunnen nu snel rennen. En we zijn een stukje sterker. Maar goed, laten we deze motherfucker nou even neerhalen. Oh, dat zei ik niet trouwens. Sorry. Hier, kom maar even achter mij aan. Oké, jongens, geloof me, dit monster slash beast is een stukje moeilijker in survival mode. Maar we doen gewoon even lekker in creative. Zometeen laat ik jullie survival misschien nog eventjes zien, maar dat weet ik niet zeker. Voorlopig gaan we eerst het monstertje even neerhalen. En dan is iedereen ook weer blij. Want ik wil even zijn drop hebben. Kom op. Ah, dat gaat nog lang duren, denk ik. Maar in ieder geval, zoals je ziet, daar verwoest je landschap dus. Ik zou deze battle misschien toch in de Nether doen. Of ergens... Ja, waar je nooit komt en het je toch niet boeit. En op een gegeven moment, als hij op de helft van zijn leven is, dan moet je hem met een zwaard gaan bevechten. En ik denk dat strength dan wat, ja, meer van pas moet komen. Oké, nou, zoals je ziet gaat hij nu een beetje soort spacen. En nu moet je hem met je zwaard bevechten, op de helft dus. En zodra je hem hebt gekild, krijg je, als het goed is, een Nether Star, waarmee je dus de beacon kan krijgen. Oké, hij is dood. Oh, daar ging de Nether Star. En je krijgt er wat XP van, maar niet heel veel vind ik eigenlijk. Maar, zoals je ziet, hier aanschouw de Nether Star. En met de Nether Star kun je dus een beacon maken. Dan wil ik eventjes snel een crafting table. Juist. Dan wil ik even snel obsidian. Obsidian. En... Oh, wacht even. En laat ik eventjes dit clearen. Dat heb ik niet nodig. Obsidian en glas. Glas. Yo, there we go. Oké. Nou, crafting table. Je gaat naar je crafting table. Je hebt... oh, trouwens, wacht even. Ja, dat is waar ook. Je moet... Oh ja. Oké, 64 glas. En waar is obsidian? Obsidian. Oké. Ja, juist. Dan hebben we glas. Dat doe je zo. Je doet je obsidian aan de onderkant. En je nether star in het midden. En je bent tevreden met je beacon. Nou, wat kun je met die beacon? Je kan hem ook gewoon zo neerzetten, maar dan heeft hij als het goed is geen effect. Nee. Je moet hem op een soort, ja, een plateautje zetten. Dus, wacht even hoor. Volgens mij uit het maximale plateau is 11 bij 11 en dan moet je steeds meer omhoog bouwen. En het moet van één soort blok zijn. Ik heb iedereen tot nu toe iron blocks zien gebruiken. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En dan moet je dan...
helemaal invullen. Wacht even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, toch? Ja, ik geloof het wel. En dit moet je dan helemaal invullen met iron blocks. En als je dat hebt gedaan, dan heb je een soort piramide-achtig dingetje. Dus volgens mij klopt dit. Ja, volgens mij wel. Oké, ik zorg eventjes dat ik dit invul. En dan gaan jullie zo eventjes, ga ik jullie zo even laten zien wat je met de beacon verder kan. En waarom het zo handig is. Tenminste, waarom ik het zo handig vind. Zo. Dus dat vul je helemaal in. Oké, ja, ik ben zo bij je terug als ik het ingevuld heb. Tot zo. Oké, jongens. Ik heb het gefixt, geloof ik. En nu zie je dat de beacon een of andere straal de ruimte inschiet. Het ziet er best vet uit op zich. Maar wat is nou het nut hiervan? Nou, oké, je kan er iron, gold, diamond of emeralds in stoppen. En laten we voor de grap gewoon diamonds erin stoppen. En als je een diamond erin stopt en je doet... je klikt je dingetje aan wat je wil. Bijvoorbeeld je wil speed, haste of strength. Nou, ik kies dan bijvoorbeeld voor speed. En nou, dan klik ik dus op oké. En zoals je ziet, hier speed. Het lijkt heel weinig, maar let op. Zie je, het vult steeds bij. Dus 5, 4, nou en dan vult het weer bij. Tot 8. En dat gaat tot een bepaalde straal gaat dat verder. Nou, en je kan dus ook bijvoorbeeld speed 2 nemen... Dan stop je er nog een diamond in of zo, geloof ik. Dat het, ja, volgens mij wel. Als je nog een diamond erin stopt, kan je speed 2 nemen. En dan, ja, zie je, nu staat er speed 2. En, nou ja, dan kan je gewoon snel rennen. En met zo'n beacon kan je volgens mij... Even kijken hoor, eens kijken tot hoever het aanhoudt. Volgens mij is het aardige radius. Ja, zelfs tot hier kan die nog mijn power geven... Ja, tot daar ongeveer was het. Tot hier. Wacht, ergens... Ja, kijk, ongeveer tot hier. Helemaal rondom de beacon in een vierkant kun je dus steeds oneindig speed krijgen. Wat eigenlijk best handig is, lijkt mij. Ik bedoel, als je meerdere beacons in je tot je beschikking hebt... En ja, je maakt er handig gebruik van. Nou ja, op zich, als je in basis gewoon lekker snel rond wil lopen of je wil... Nou, beter beschermd zijn. Sorry. Of je wil een jump boost. Dan, ja, of haste, of strength, nou, of regeneration zelfs. Nou, bijvoorbeeld, allemaal dit soort dingen. Minecraft wordt steeds beter, vind ik eigenlijk. Het wordt steeds grappiger. En je hebt steeds meer opties. Maar dit vind ik toch ook een van de leuke vindingen die ze in Minecraft toevoegen. Nou, dit was ongeveer eigenlijk een soort van update video. Er zal vast nog wel iets zijn dat ik heb gemist. Maar ja, laten we eventjes terug naar de tourwereld gaan. En dan, ja, laten we er eventjes gewoon terug gaan. Juist, oké. De wereld laat ietsje sneller als die al bestaat. We zouden nog eventjes gaan enchanten. Dus ik ga eventjes naar de end. Hè, sir? You're now called sir. No, I'm just kidding. En ja, dan gaan we zo meteen eigenlijk de episode afsluiten, jongens. Het is al volgens mij weer een tijdje. Maar ik zie jullie dus in de end. En laten we wat dingen gaan enchanten. Tot zo. Oké, daar zijn we dan eindelijk. Misschien kunnen we zelfs nog een sound effect horen van de Enderman. Want we zitten nu wel in survival. Ik weet echt niet of dat eigenlijk een verschil is. Maar in ieder geval, ik kwam daar gisteren achter en het was best wel creepy. Oké, crap, ja. Dit is nog steeds een probleem. Elke keer als ik in de end kom, dan is dit een beetje verpest. Ik weet niet waarom dat is gebeurd, maar sinds de vorige update, geloof ik... wat is dat nou weer? Nou, in ieder geval, sinds de vorige update, toen ik in de end kwam, was dit plateautje ineens van hier naar beneden verschoven. Ik heb geen idee waarom, maar ja, het is zo, dus ik kan er niks aan doen. Nou, laten we lekker naar de... Wow. Oh ja, tuurlijk. Er zijn een aantal sound effects veranderd. Ik hoor nu ineens ook dat je een sound effect hebt als je in een minecart zit en over rails gaat. Dat jullie het nu ook wel horen. En het klinkt best grappig eigenlijk, moet ik zeggen. Je hebt ook nieuwe voetstappen sounds. Nog wat dingetjes. Wow, het is best wel luidruchtig eigenlijk. Wow, waar is mijn minecart nou? Oh ja, hier is die. Oké, mooi. Aangekomen bij de Enderman Farm. Gaan we meteen ons eerste enchantment doen, want ik ben level 38. Laten we beginnen met een zwaard. Laten we getal nummer 3 nemen, dat vind ik de baas.
Oké, here we go. Sharpness 3, knockback 2. Mwah. Nou, ik mag niet... bijna hetzelfde als dit, alleen hier zit knockback op. Nou, ik kan ermee leven op zich. Nu ga ik eventjes dus een paar keer level 30 fixen. En dan ga ik... Nou, ik zie jullie bij elke enchantment wel. Dus tot zo. Like a boss, level 30 in no time. Oftewel, binnen een minuut of zo ben ik level 30 geworden. Maar, we gaan nu een shovel doen. Dus, take nummer 3. En, it's efficiency 3, fortune 2. Een beetje een tegenvaller. Ik had hier het liefste unbreaking op gewild. Maar, we gaan naar de volgende enchantment. Enchantment nummer 3. Eens kijken, een boog staat op het menu. Nummer 3. Laten we een nummer 4 nemen, want ik vertrouw het niet meer. Power 4, Infinity 1. Wat een baas. Wat een baas. Oké, dit is echt... Oké, hier maak je mijn dag weer goed mee, jongens. Minecraft Pro. Infinity 1, Power 4. Oh yeah. Enchantment nummer 4. Eens kijken, wat staat er dit keer op het menu? Een pickaxe. Let's do it. Let's take 4 again. Was best wel goede vorige keer. En efficiency 4 aan breaking 3. Oké, nou, dat mag ik zeker weer genoegen meenemen. Prima mining pickaxe, zo is die al half kapot. Let's go to the next one. En last but not least, enchanto numero vivo. Vivo. Oké, here we go. Nog een boog. Laten we de derde dit keer weer nemen. En het is power 5. Oké. Nou, op zich één goede boog. Twee, nou, op zich power 5 is niks mis mee. We hebben een enchantment van efficiency 4, aanbreking 3. Efficiency 3, fortune 2 en sharpness 3 en knockback 2. Ik mag zeker niet klagen vandaag, jongens. Ik zeg, ja, bedankt voor het kijken. Dit was Minecraft Tour episode 18. Nog één ding voordat ik ga. Binnenkort bestaat Dutch Gaming Cast 1 jaar op... 16 oktober, dus ik hoop dan de 500 abonnees toch wel te halen. En ja, we zitten op 483 abonnees. Het gaat lekker, jongens. Ik ben echt heel erg dankbaar voor jullie support tot nu toe. En ja, jullie staan altijd achter mij, daar ben ik blij mee. Maar vandaag zit het er weer op. Bedankt voor het kijken, jongens. En ik zie jullie later weer, jongens. Bye bye.